naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, één God. Amen. Welkom allemaal bij deze nieuwe aflevering. Ik ga jullie het verhaal vertellen over Sint Joris. Jullie vragen zeker af wie Sint Joris is. Maar als ik zeg Mary Geergis, dan weten jullie gelijk waar ik het over heb. Sint Joris is geboren in het jaar 280 na Christus in Turkije. Op zijn 17-jarige leeftijd is zijn vader overleden door een marteldood omdat hij een christen was. Zijn moeder stuurde hem het Romeinse leger in om eigenlijk sterk te zijn in het geloof en rechtvaardig te zijn. In die tijd was keizer Diocletianus aan de macht. En omdat hij zoveel moed zag in het handelswijze van Sint Joris, heeft hij ervoor gezorgd dat hij een rang hoger kreeg tot generaal. Op zijn 20-jarige leeftijd is zijn moeder overleden en gaf hij ook al zijn bezittingen aan de armen. Keizer Diocletianus eiste eigenlijk oorlog met de christenen. Hij wilde dat alle kerken, alle boeken verbrand moesten worden, dat alle christenen ontslagen moesten worden en al hun bezetting moesten gaan inleveren en van hun tot slaaf gaan maken. Sint Joris kreeg het bevel en hij was zo boos dat hij het bevel eigenlijk verscheurde. Hij moest voor de rechter gaan verschijnen. Hij gaf eerlijk toe dat hij eigenlijk christelijk was en vroeg ook aan de keizer, waarom martelt u eigenlijk de christenen? Als u het geloof niet accepteert, laat ze dan ook niet vervolgen. Hij werd gelijk meteen gevangen genomen. Er was een tovenaar genaamd Athanasius. Hij had een toverdrank mee voor Sint Joris om hem te vergiftigen. Sint Joris kreeg het toverdrank. En voordat hij ervan dronk, maakte hij het kruisteken. En hij dronk ervan. Maar er gebeurde niks. De keizer zag dat en hij bond zijn handen van Sint Joris vast. Toen kreeg Sint Joris weer het drankje. En toen voordat hij ging drinken, vroeg hij aan de keizer, moet ik van hier drinken of van hier of van hier of van hier? En ondertussen maakte hij het kruisteken. En hij dronk ervan, maar er gebeurde weer niks. De tovenaar zag dat en hij bekeerde tot het geloof. De keizer kwam erachter en heeft hem eigenlijk vermoord. De keizer was zo boos dat hij Sint Joris verbrijzelde en hij gooide hem de stad uit. Maar Christus zorgde ervoor dat hij weer terugkwam. En hij heeft ervoor gezorgd dat er meer dan 3000 mensen zich bekeerden tot het christelijk geloof. Keizer die vroeg aan Sint Joris, wil je met mijn dochter gaan trouwen? Maar dan moet je wel één ding gaan doen. Dan moet je wierook gaan opofferen aan de afgoden. Sint Joris die deed alsof dat hij het aanbod accepteerde. Hij werd meegenomen naar het paleis. Toen hij in het paleis liep, zong hij de psalmen. En toen vroeg de keizerin aan hem, wat betekent die gezang van jou? Sint Joris gaf de betekenis van die psalmen en zij bekeerde tot het geloof. De keizer kwam erachter en hij heeft eigenlijk Sint Joris en de keizerin onthoofd. Sint Joris kreeg de kroon van de martelaarschap. Sint Joris wordt ook wel koning der martelaren genoemd omdat hij 7 jaar lang is gemarteld. Hij heeft wel het langst geleefd als een martelaar. Na de dood van Sint Joris bekeerden heel veel mensen tot het geloof door de vele wonderen die hij allemaal heeft verricht. Na de dood van Sint Joris is ook de keizer ook dood. En we herdenken Sint Joris eigenlijk op 1 mei. En dat is ook wel 23 Barremodo. Wat kunnen we van het verhaal leren? Dat eigenlijk door het kruisteken ons kan beschermen tegen het kwaad. Mogen gebeden van Sint Joris met ons zijn. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, één God. Amen. En ik zie jullie bij de volgende aflevering.